commissie slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld heeft op maandag 10 juni 2019 te Bronsweg een persconferentie gehouden in verband met de dag van de nationale rouw. Meneer Jeroen, wat is het uiteindelijke doel van deze persconferentie geweest? Het doel van deze persconferentie is om de gemeenschap te informeren over onze eerstvolgende activiteit als commissie slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. En dat is dus de dag van nationale rouw die we dus dit jaar op Bronsweg organiseren. Maar ook Pad van Verzoening die dus in Paramaribo gelopen worden die ochtend. De dag van nationale rouw wordt dit jaar gehouden op 27 juni. En de brief is al naar de minister van Binnenlandse Zaken gegaan om dit af te kondigen. Het is een jaarlijks terugkerend evenement en daar willen we vooralsnog mee doorgaan. Kunt u ons precies aangeven wanneer die wet ingediend is bij het parlement? Het gaat om een conceptwet dat in 2017, juni 2017, is aangeboden aan de DNA-voorzitter. En de bedoeling is dat de assemblee zelf er een initiatiefwet van maakt en indient. Zodat het behandeld kan worden om aangenomen te worden. Die wet is heel belangrijk voor het comité, maar ook voor de slachtoffers. Omdat daarin opgenomen zijn een aantal van de doelen die we nastreven. Compensatie van de mensen, opname van dit verhaal in het onderwijs, traumabegeleiding, maar ook... het op zoek gaan naar vermiste slachtoffers. Dat zijn dus allemaal zaken die worden opgenomen. Compensatie van de mensen, zei ik al. Eventuele financiële compensatie, maar natuurlijk kan het ook op een andere manier gebeuren. U bent ook een van de nabestaanden. Wat vindt u zelf dat de organisatie nu van plan is iets voor jullie te organiseren? Ik ben blij, zodat de mensen een beetje tevreden kunnen zijn. Kunnen opkijken dat ze toch hulp krijgen van buitenuit. Dat ze niet verdrietig hoeven te blijven. Dus dat vind ik wel geweldig.